Het is woensdag 26 november. Hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Enorme brand bij glasbedrijf in Hardingsveld langs de A15. Eis 25 jaar cel en TBS in hoger beroep tegen moordenaar Farida. En nieuwe aanwinst voor Boijmans van Beuningen. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Donderdag is een bewolkte dag opnieuw. Er kan hier en daar nog een beetje motregen vallen, maar geen grote hoeveelheden. En de temperatuur die komt uit tot in de dubbele cijfers. Het wordt zo'n 10 à 11 graden en dat bij een matige zuidoostenwind. Nou, in het weekend wordt het zonniger en kouder. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, ga ik u zo meteen vertellen in het lange weerbericht. Tot straks. Bij een glasbedrijf in Hardingsveld-Giessendam heeft vandaag een enorme brand gewoed. Het gaat om het bedrijf Van Nordenne Glas. Niemand raakte gewond, maar de schade is enorm. De metershoge vlammen zijn direct na het ontstaan van de brand in de wijde omgeving van Hardingsveld-Giessendam te zien. De rookwolk waait zo de snelweg A15 over. Die moet daarom in beide richtingen worden afgesloten. Omwonenden wordt geadviseerd deuren en ramen te sluiten. Toch worden bij metingen van de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. De brandweer heeft voortdurend gemeten. Nou is het zo dat in rook altijd gevaarlijke stoffen zitten, maar de brandweer heeft geen gevaarlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen gemeten. Dus wat dat betreft valt het allemaal erg mee. En het belangrijkste is dat verder bij deze brand geen gewonden zijn gevallen. Er is alleen volop materiële schade. Het pand van glashandel van Nordenne wordt niet alleen voor het bedrijf zelf gebruikt. De eigenaar heeft er ook zo'n 80 oldtimers gestald. Er stond een privécollectie in het pand van de eigenaar Gerrit van Nordenne. Met de starten van een van die auto's is de brand ontstaan. Die is heel snel om zich heen geslagen. We hebben nog getracht om het verhaal te blussen zelf, maar er was gewoon geen helder aan. Dus vervolgens is de brandweer gebeld en eigenlijk binnen een uur, anderhalf uur, en die ziet het ook aan het pand. Ziet er gewoon niet goed uit op het moment. Naast Van Nordenne zijn ook alle bedrijven in de omgeving ontruimd. Het personeel is in de buurt opgevangen. Kijk, het pand zelf, dat moeten we als verloren beschouwen, maar de buren, een houthandel is dat onder meer, die proberen we natuurlijk te beschermen tegen die vlammen in het pand van de glashandel. Nou, die brandweer is volop bezig om dat te voorkomen, dat die brand overslaat. Wat ik zeg, daar zijn ze volop mee bezig. De brandweer heeft het vuur redelijk snel onder controle, maar is nog uren bezig met nablussen. Rond 14:15 is de ergste rook weg en kan de snelweg weer open. Hij noemt zichzelf het roofdier, de 37-jarige Patrick S. uit Spijkenisse. Hij vermoorde in 2010 twee vrouwen, Farida Zarkar en Nanda Kerklaan, waarvoor hij werd veroordeeld tot levenslang. Maar vandaag, tijdens het hoge beroep, eist het Openbaar Ministerie een iets lagere straf, 25 jaar cel en TBS. Justitie in Den Haag boog zich vandaag opnieuw over de geruchtmakende zaken in Spijkenisse. Patrick S. is de hoofdverdachte. Hij zit op dit moment een levenslange gevangenisstraf uit. Volgens de rechtbank in Rotterdam vermoorden in 2010 Farida Zarkar en Nanda Kerklaan. Ook bij de ernstige mishandeling van een Poolse man is hij betrokken geweest. Patrick S. trok jarenlang op met de 22-jarige Timothy S. Ook Timothy werd eerder veroordeeld. Hij kreeg 3 jaar cel en TBS voor betrokkenheid bij de mishandeling van de Poolse man. Tegen hem werd vandaag in hoger beroep 5 jaar cel en TBS geëist. Ja, bij het gerechtshof in Den Haag nu rechtbankverslaggever Paul van Speekpaal. Hoofdverdachte Patrick S. zit dus op dit moment een levenslange straf uit. Maar als het aan het Openbaar Ministerie in hoger beroep ligt, wordt dat dus 25 jaar. Waarom is dat? Nou, omdat destijds in Rotterdam eigenlijk niks van deze Patrick S. bekend was. En daarom legden ze levenslang op. Ja, het zou kunnen dat hij een stoornis heeft. Dus beter dat deze man niet onbehandeld de straat op gaat, dan maar levenslang. Inmiddels, 2014, heeft hij aan alle onderzoeken meegewerkt. Hij is gaan praten. En de deskundigen zeggen nu, ja, dit is een man met duidelijke stoornissen. Meerdere, kans op herhaling is groot. Hij moet dus behandeld worden. Nou ja, dat neemt het Openbaar Ministerie over, dat advies. Plus dan nog die forse gevangenisstraf van 25 jaar. Jij volgt de zaak al de hele dag en je hebt gehoord, begrijp ik, dat Patrick S. meerdere keren in de cel zou zijn mishandeld.
Ja, dat klopt. Zijn advocaten, want hij heeft er twee die zeggen van ja, hij moet voortdurend op zijn hoede zijn. Er staat een prijs op zijn hoofd binnen de gevangenis. Hij is bijvoorbeeld tegen zijn hoofd geschopt. Hij heeft hete koffie over zich heen gekregen, waardoor hij ernstige brandwonden heeft opgelopen. En dat komt allemaal, zeggen zijn advocaten, door het beeld dat is geschetst door de media en door justitie. Als het monster van het Mallebos, als de potentiële seriemoordenaar. Maar zeggen ze, daar is alles niets van waar. Uiteindelijk, en dat is het beeld wat zij vandaag schetsen, blijft er maar één moord over. Maar tussen aanhalingstekens natuurlijk op Farida Zargar. En dat is nog niet eens moord, maar dat is doodslag. Nou, de advocaten zeggen dan, al met al komen wij uit op wel TBS. Hij moet behandeld worden. En een stijlstraf die veel lager zou moeten zijn. Ergens tussen de 12 en de 15 jaar. Dankjewel, Paul van Speek. En de uitspraak die is over 15 dagen. Straks in Rijnmond Nieuws. Boijmans krijgt een Sinterklaas cadeautje van 1,9 miljoen. Een beeld van de Italiaanse kunstenaar Rosso. Hij is gevangen door Rosso toen ze van een trap liep. In 1895 liep hij zo en zag hij plotseling die dame naar beneden komen van de trap waar hij omhoog liep. Dat beeld heeft hem meer dan 30 jaar achtervolgd. Een strop voor Sinterklaas. Afgelopen nacht werd speelgoed gestolen uit een kelderbox in een flat in Rotterdam-Nesselanden. De dozen met Lego waren bedoeld voor pakjesavond. Dieven sloegen hun slag in deze en nog veel meer kelderboxen onder de woontoren. Meerdere deuren van kelderboxen staan open onder de flat in de Corsicalaan in Rotterdam-Nesselanden. Ja, vertel jij maar. Wij missen de balkonverlichting die we altijd aan balustrade maken. En dan missen we twee kerstgirlandes. En een loeplamp en een karretje waar je de boodschappen op zet om naar boven te brengen. Een hulp Sinterklaas had bij de speelgoedwinkel naast de flat alvast inkopen gedaan voor pakjesavond. De voorraad stond zonder pakpapier ook hier opgeslagen. Tot vannacht. Alle Sinterklaas cadeaus zijn gestolen. Dat is wel heel erg lullig. Dat is wel een hele laffe daad, zou ik zeggen. De hulp Sinterklaas wil in het belang van een aantal goedgelovige kinderen niet in beeld. Voor onderzoek kan misschien naar de dader of daders leiden. Ik denk dat ze met de deur hebben gemaakt hebben die. Die doos waar Makita op staat, die stond hier midden in de berging. En de kerstboomdoos die hadden ze ook naar voren getrokken. Ze hadden wel gekeken wat daarachter stond, maar daar mis ik niks. Uit 45 kelderbergingen is van alles gestolen. Maar de dieven hebben een duidelijke voorkeur voor decembermateriaal. De kerstverlichting van de buren is gestolen. Ja, het lijkt me niet zo waardevol. Dus. Heel vreemd eigenlijk. Ze hebben gewoon wat geratst en zijn weer verdwenen. En op het karretje gezet en weg ermee. En hoe de dieven zijn binnengekomen, hier geen braaksporen. Ja, die deur dus. Of daar, ook weer een slot. En het is dezelfde sleutel die op de deur gaat. Dus, ja. Moet iemand zijn geweest die een toegangssleutel had? Ik weet het niet. Je kan je ook in laten sluiten natuurlijk. Maar ik hoor ook wel eens gerommel in de kelder 's nachts. Ik weet het niet. Er is nog steeds geen oplossing voor de parkeerproblemen rond Plaswijkpark in Rotterdam-Schiebroek. Op kosten van Plaswijkpark zouden parkeerplaatsen moeten komen op de tegenovergelegen Meidoornweide. Maar de Raad van State heeft dat voorstel vanmorgen afgekeurd. De gemeente kan de kosten van de parkeerplaats niet zomaar op het speelpark verhalen. Rotterdam, Plaswijkpark en de buurtbewoners moeten nu opnieuw om de tafel om de parkeerproblemen op te lossen. Femme à la voilette. Een beeld van de Italiaanse kunstenaar Medardo Rosso is voor 1,9 miljoen euro aangekocht door het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. Gisteren werd het kunstwerk gepresenteerd en bleek het beeld al een dichter te hebben geïnspireerd. Het kunstwerk van Rosso beeldt een eenmalige korte ontmoeting uit. Het moment waarop Rosso in een kerk een vrouw de trap af zag komen. Ik kwam de trap af. Volmaakt onwetend dat hij me zag. Misschien dat ik iets voelde, achteraf, voor ik verdween. Mijn eigen leven in, vergeten op die beweging na. A fragment of a second lasted in the artist's mind for about 28 years. In 1895 is the date of the first version of this vision. And this sculpture is the last ultimate attempt to recreate this vision. En we are in 1923, so 28 years later, yes. Hij trok de sluier van ons moment en gaf het door. Ik niet. De rest is tijd en schaduw, licht en ruimte, gips en was. Hij zag haar dus een beetje van onder zo. En we denken dat het heel mooi is als zij ongeveer op 1,80 meter hoogte aan de muur komt te hangen.
waardoor je haar ook kunt zien op de manier waarop hij haar destijds in haar schoonheid, maar ook in zijn impressie, in zijn geheugen heeft opgeslagen. We weten dat Rosso naast Rodin en het eind van de 19e eeuw ongeveer de belangrijkste beeldhouwer was van de wereld. En op de een of andere manier is hij wel altijd in Nederland getoond, maar is nooit door een collectie besloten om hem te kopen. En toen deed zich plotseling die kans voor in onze tentoonstelling en dachten wij van, nu moeten we in actie komen. En tot ons grote geluk is dat ook rondgekomen en hebben we het geld gekregen. In Rotterdam-Beverwaard heeft een wietkwekerij vannacht een uitslaande woningbrand veroorzaakt. De brand werd ontdekt door de buren. Politie en brandweer waarschuwden al enige tijd voor de gevaren van hennepplantages in woonwijken. Het is te danken aan de buren dat de brandweer vannacht snel ter plaatse was. Ja, ik heb de brand ontdekt. Wij lagen te slapen en we hoorden tikken. En toen ging ik boven kijken, dus op de tweede verdieping. En toen rook ik brand en toen bleek het haast in de brand staan. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen, maar de schade is groot. Ook de buren kunnen voorlopig niet naar huis. De oorzaak van de brand heeft te maken met een aangetroffen hennepplantage. Ja, het is gewoon levensgevaarlijk. Dat heeft vannacht ook weer aangetoond. En nogmaals, het is een wonder dat er geen mensen gewond zijn geraakt. Het is mooi dat ze wakker werden, anders had ik niet durven zeggen wat er was gebeurd. Bijna 1/3 van alle woningbranden wordt veroorzaakt door een hennepkwekerij. Brandweer en politie roepen iedereen op goed op te letten. Heeft u daar nou helemaal niks van gemerkt? Niks geroken? Nee, helemaal niet. Want normaal ruik ik het wel als iemand wat heb of zo, maar echt niks geroken. Wietkwekers worden steeds handiger in het verdoezelen van hennepluchten. Bijvoorbeeld door het plaatsen van airco's met een luchtverfrisser. Het is dus belangrijk op andere signalen te letten. Bijvoorbeeld beslagen ruiten, afgedekte ruiten, een mechanisch geluid van een afzuiger die je hoort. Een woning waar eigenlijk ook zelden niemand thuis is of waar ze in de nacht dan af en aan lopen. In dit geval is bekend dat de hennepbuurman elders woonde en een paar keer per week kwam aanwaaien. Maar dat deed de alarmbellen niet rinkelen. Ik geloof niet, je was een aardige buurman. Dus, en die zei altijd goeiedag, netjes in een praatje. En als ik mijn auto kapot was, zegt hij ook, moet je even helpen. En dan ging hij na een paar uur weer weg. Dus dan verwacht ik niet dat die plantjes er staan. Ja, morgen kan Feyenoord zich verzekeren van Europees voetbal na de winterstop. Maar dan moet er even gewonnen worden van Sevilla. En dan moet Standaard Luik puntenverlies leiden. En dan is de club al op de voorlaatste speeldag zeker van overwinteren. Maar Dennis van Eersel, hoe groot is die kans? Nou ja, kijk, in Spanje was het niveauverschil natuurlijk bijzonder groot, hè, tussen Feyenoord en Sevilla. Aan de andere kant, die club, ondanks dat het de Europa League nog won afgelopen seizoen, heeft het dit jaar nog maar 1 uitwedstrijd in Europa gewonnen. Dus dat vergroot misschien de kansen voor Feyenoord om voor het eerst in 10 jaar te gaan overwinteren. Dat moet wel gebeuren zonder Elvis Manu, nog altijd geblesseerd. En ook Luke Wilkshire, de rechtsback, is niet op tijd fit. Nu werd hij de laatste wedstrijden vervangen door Rick Karsdorp. Maar het lijkt erop dat Galit Boularus hem morgenavond in de Kuip gaat vervangen. En dat terwijl, zo wil het verhaal, Boularus het liefste niet als rechtsback speelt. Daar kwam hij vandaag op de persconferentie nog even op terug. Ja, mijn voorkeur, en dat is gewoon puur een natuurlijk gevoel die ik heb, die gaat natuurlijk uit naar de centrale verdediger. Maar als teamspeler, en ik kan het, en als het moet en als het nodig is, speel ik ook gewoon rechtsback. Nou, het was natuurlijk, zij waren beter. Dat was ook heel normaal, maar ik heb wel het gevoel dat wij, we hebben ons de laatste maanden ontwikkeld als team zijnde. Dus wij zijn nu veel verder als dat we toen waren. Nou, er wordt door Feyenoord verwacht dat er zo'n 40.000 toeschouwers morgen in de Kuip zullen zitten. Let op, als je daarheen gaat of als je de wedstrijd wil volgen van begin tot eind via Radio Rijnmond. De wedstrijd begint al om 7 uur. Wij zijn gewaarschuwd. Dankjewel, Dennis. Met de boot naar het SS Rotterdam. Vanaf nu is dat mogelijk. Bij het schip is een ponton geplaatst waar iedereen met een boot kan aanmeren. Het SS Rotterdam op een andere manier beleven, dat is het idee. Bij het platform kan iedereen met een bootje aanmeren. Achter het schip lag al een platform, maar dan moesten de gebruikers toch nog een stuk door de kou of regen lopen. Ponton, dat is de aandrijfplek, zeg maar, de aanmeerplek voor boten die naar het schip willen komen. En nou, heel bijzonder, omdat het natuurlijk hier aan de zijkant van het schip nu ligt. Dus wij staan hier nu in de kou, maar dat doet niemand dadelijk meer, want die komt van de boot af. En die kan zo naar de warmte van het schip naar binnen. Het oude ponton ligt achter het schip en het nieuwe ponton ligt ernaast. En je kijkt naar boven en het is zo'n indrukwekkend gezicht. Dus de beleving is heel anders. Het is eigenlijk bijna een avontuur geworden.
Volgens de nieuwe eigenaren van het schip gaat het goed met het SS Rotterdam. Bezoekers weten het schip te vinden, er is wifi aangelegd en er worden diverse evenementen georganiseerd. En nu is er dus ook het nieuwe ponton. Nou, wij hopen dat het ponton het schip nog toegankelijker maakt voor iedereen die het schip wil bezoeken. Want het is toch wel een heel indrukwekkend schip als je hier aankomt. En we hopen dat het ponton eraan gaat bijdragen om de drempel te verlagen. Zodat iedereen het schip kan bezoeken en zich daar ook welkom voelt. Voor wie een kijkje wil nemen, komende zaterdag zijn er gratis pendeldiensten van het Maritiem Museum naar het SS Rotterdam. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Rijnmond Nieuws voor vandaag. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel mooie dag verder. Dag!